Nederland kent evenveel belangen als er fietsen zijn. En dat zijn er nogal wat. En al die belangen dienen behartigd te worden. Ook van de fietsers. De nieuwste groepering komt op voor de belangen van een vergeten groep wielrijders. Het is de ANTB, de Algemene Nederlandse Tandembond. En dit is de voorzitter. Nou, in het algemeen wordt de tandem als komisch ervaren. Als een gekke fiets. En dat maak ik helemaal mee nu mijn vrouw is overleden. Want dat is een taboe. Man alleen op tandem. En dat is voorkomen ten onrechte, want de tandem is een volwaardig vervoermiddel dat helaas de ruimte niet krijgt. En in die ruimte zit hem het probleem. Voor een tandem is in de meeste fietsinstallingen geen plaats, zodat de tandemrijder die zijn karretje, zeg maar gerust kar, wil stallen, in moeilijkheden geraakt. Ook andere openbare gelegenheden zijn bepaald tandem onvriendelijk te noemen. Enerzijds is hier wel een fietsgootje aangebracht. Anderzijds is de trap dan in verhouding weer te steil voor de veel zwaardere tandem. Het zijn deze problemen waarvoor de ANTB oplossingen probeert te zoeken om ze vervolgens op het bordje van de overheid te deponeren. En dat is dringend nodig, vindt de ANTB. Nederland raakt hopeloos verstopt met fietsen, maar men gaat inzien dat de tandem een milieuvriendelijke uitkomst biedt. En wij geloven dat bikepooling de oplossing is. Sinds zijn vrouw is overleden, rijdt de ANTB-voorzitter met één leeg zadel rond. Door middel van bikepooling probeert hij de vervoerscapaciteit van zijn tandem te optimaliseren, waardoor de overvolle trottoirs en fietspaden van ons land kunnen worden ontlast. Menige voetganger krijgt zijn diensten aangeboden en dat dit niet altijd wordt gewaardeerd, is te wijten aan de ondergeschoven positie die de tandem nu nog in ons openbaar vervoer inneemt. Weer een belangenvereniging. Ja, nou. Hoeveel tandems zou Nederland tellen? Hoeveel rijden er rond? 1000? Hooguit. Is toch veel te kras, zo'n initiatief? Ja. Nou, veel te kras is me dat, hoor. Een mens is nooit te kras. Nee, te kras in de zin van te veel. Oh, ja, overdreven, ja, ja. Dat neder te veel. Je kunt dat uittekenen, zo'n actie. He, dat worden tandems die gaan het Binnenhof blokkeren. En Maiwegge krijgt een ludieke petitie aangeboden. Quo usque tandem, Hanja. Dat luxe protest van het neder te veel. Hoe Pasen toch ook is verloederd. Wat was nou de bedoeling van Pasen, de gedachte achter Pasen? Met z'n allen meubels kijken. Ja, naar de meubels. Daarom heeft Jan de Bouvry ook de hele handel verplaatst naar Naarden. Dat de mensen na de Matthäus-Passion in de Grote Kerk meteen meubels kunnen gaan kijken. Maar door de ontkerstening zit het hele gezin in de stoeltjesliften van de pretparken. Ja, ja. Verloederd. Nou, de pretparken die worden ook met het jaar krassen. Neder te veel. Zag nou in het journaal de nieuwste attractie. Ja? Een tot dinosaurus omgebouwde tandem op een monorail. Ja, en ze moeten allemaal weer failliet, ook die pretparken. Ja. Dat krijgen we ook nog. Het grootste succes is nu al het Archeon. Ja. In de Alphen aan de Rijn, hebben we gezien. Dat is een historisch pretpark. Ja, daarom. En daar kan je in een Romeins badhuis, ja, twee naakte vrouwen zien zitten. Oh ja? Ja. Twee? De Romeinen hadden namelijk de gewoonte om naakt te baden. Gingen die met niks aan in bad, de Romeinen? Dus het is historisch verantwoord. Oh. Succes! Files naar het Archeon vandaag. Euro Disney weggevaagd. Jongens, naar het Archeon, daar hebben ze naakte wijven. En paaseitjes. Die paaseitjes overal.
Op de toonbanken en de balies van de banken en de winkels. Ik was donderdag even bij de bank. Ja. En de kassier zag me kijken naar het mandje met gratis paaseitjes. Ja. Weet je wat hij zei? Nou. Ja, wij mogen als bank graag af en toe iets geks doen voor de cliënten. Gratis paaseitje. Iets geks. Gekke dingen doet de bank. Ja, daarom. De feestdagen moeten we flexibiliseren. Flexibilisering, dat is het slagwoord van de laatste twee weken. Tijdens het grote economiedebat 100 keer gevallen. Bedrijven moeten flexibeler kunnen opereren. Betekent volgens mij dat ze van de ene op de andere dag de productie kunnen verplaatsen naar een land waar de lonen het laagst zijn. En dat de werknemers verplicht kunnen worden weer op zaterdag en zondag te werken. Dus de flexibiliteit van het bedrijf is niks anders dan de ouderwetse buigzaamheid van de arbeider. Ja. Pet in de hand. Ja. Tot op de grond. Nee, maar ik bedoel, dat is flexibiliseren. De feestdagen naar eigen believen kunnen spreiden. Dus wil ik... Door het hele jaar. Precies. Wil ik Pasen met Kerstmis vieren... Ja, heeft toch geen inhoud meer. Pinksteren met Sinterklaas, dan moet dat kunnen. Dus werknemers krijgen vakantiedagen, ATV-dagen en feestdagen. Je atomiseert ze eigenlijk, de feestdagen. Atomiseert. Maar dan heb je het hele jaar van die gratis paaseitjes op de toonbank. Dat wel, ja. Even. Ja. De allerkraste 1 april grap was toch dat de illegale werd wijsgemaakt... dat ze voor 1000 gulden een verblijfsvergunning konden krijgen. Ja. Tragisch. En wie springt daar meteen bovenop als eerste... Het CDA-kamerlid De Hoop Scheffer. Met een pleidooi voor het creëren van afgesloten ruimte... waar de illegalen kunnen worden bewaard tot ze worden afgevoerd. Wat een eng kereltje Heel is eng, dat. Hè? Eng mannetje is dat Ik vond hem eerst wel aardig. Ja, maar die De Hoop Scheffer. Humaan. Gebruikt ook het woord humaan dan. Humaan onderdak moeten ze vinden in lege kazernes en boten. Ja, humaan. Humaan. Dat woord humaan, dat is een eufemisme Precies. voor Spartaans aan het worden. En dan heeft Brinkman ook nog een paaseitje gelegd. Ja. Als er op een school te veel allochtone kinderen zijn... dan moeten die in busjes naar elders worden vervoerd. Getverdemme. Dat is waar, dat heeft hij gezegd vanmorgen in de krant. Allochtone kinderen gebruiken in de verkiezingsstrijd. Dat is kras, hè? Mag ik deze paasgedachte lanceren? Heel graag. Onder de politici vormen de christenen het meest krasse gaaiers, het ergste tuig.